lieve kijkers. Het is vandaag Valentijnsdag en ik heb vandaag een brief geschreven. En die heb ik hier in mijn hand en het is niet zomaar een brief. Het is een brief voor een speciaal persoon in mijn leven. Die ik eigenlijk, denk ik, nooit genoeg heb bedankt voor hetgene wat ze eigenlijk voor mij heeft gedaan. En ik heb dus een brief geschreven voor die persoon. En die wil ik eigenlijk vandaag met jullie delen. Die wil ik nu gaan oplezen. Dus ik zou zeggen, luister. Ik heb hem hier in mijn hand. Ik ben even naar een rustig plekje gelopen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet heel goed in deze dingen. Om mijn gevoel dus te vertellen. En zeker niet voor camera, omdat dan heel veel mensen het eigenlijk gaan horen, gaan zien en er een mening over kunnen hebben. Maar ik wil gewoon mezelf erin verbeteren. En dat heb ik dus eigenlijk in het begin van de nieuwe video's ook een klein beetje gedaan. En ik wil het ook gewoon graag door gaan zetten. Dus bij deze komt hij. Hier is de brief. Dit is een Valentijnsbrief voor mijn grootste Valentijn ooit. En hier komt hij. Lieve mama. Hier een brief van je zoon die ver weg van je woont. Mama weet dat ik heel veel van je hou. Vandaag is het Valentijn. En de wind blaast het blaadje weg, dus ik kan het niet goed oplezen. Ik hou hem even zo vast, dat is beter. Mama, weet dat ik heel veel van je hou. En vandaag is het Valentijnsdag. Ik heb geen genoeg geld om vandaag naar je toe te komen, maar weet dat ik heel veel van je hou. Weet dat je diep in mijn hart zit. En ook al heb ik dit misschien in mijn leven niet zo heel vaak laten merken, omdat ik eigenlijk altijd en vaak druk was met mezelf om mijn eigen wensen en doelen te behalen. En ik ben eigenlijk altijd druk geweest met mezelf. En als het dan weer wat minder goed met me ging, dan stond jij eigenlijk altijd voor me klaar. En ik mocht dan altijd weer bij jou komen, of het nou was om te eten, om te knuffelen, of om te slapen, of om mijn spullen neer te zetten. Je was er altijd en je hebt mij eigenlijk nooit afgewezen of laten zitten. Vandaag wil ik jou in het zonnetje zeggen. Vandaag wil ik jou speciaal in het zonnetje zetten. Ik heb net een telefoontje van je gehad, die heb ik expres niet opgenomen, omdat ik eigenlijk deze video speciaal voor jou opneem. Ook al regent het misschien vandaag een klein beetje, het is niet super mooi weer. Maar als ik aan jou denk, krijg ik het gewoon warm van binnen. Omdat de liefde die jij eigenlijk je hele leven voor mij hebt getoond, mij enorm hebt gesteund in de afgelopen tijd. Ook al heb ik dit misschien niet verteld. Ik vind het niet makkelijk om dit op te nemen of om te zeggen. En dat is eigenlijk denk ik een van de redenen geweest waarom ik misschien ook nooit echt heb verteld. Mama. Ik heb meerdere vriendinnetjes gehad in mijn leven. Die hebben mij eigenlijk altijd weer afgewezen. Jij bent er altijd voor mij geweest. En voor mij gebleven. Jij bent echt eigenlijk de enige vrouw die mij nooit heeft afgewezen. Mama, jij bent de enige die eigenlijk altijd in mij heeft geloofd. En mijn vuur van binnen eigenlijk nooit heeft gedoofd ook. Wat voor gek idee ik ook altijd in mijn hoofd had. Mama, vandaag wil ik iedereen laten weten die deze video ziet hoeveel ik van jou hou. Mama, ik hou van jou en dat zal ik altijd blijven doen. Vandaag weet ik dat jij mijn Valentijn bent. Ook al zien we elkaar vandaag niet, wil ik toch door middel van deze brief en deze video laten zien en laten merken dat jij mijn nummer 1 bent. En mijn liefde voor jou duidelijk te maken. Ik hou van je mama. En ik schaam me niet om dat te zeggen. Er komt nog een klein stukje bij. Mama, ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien. En elkaar kunnen knuffelen. En ik ben blij dat jij mijn moeder bent. En ik weet dat je voor altijd van mij zou houden.
Je bent mijn topper en mijn schat. En zoals jij vroeger eigenlijk altijd tegen mij zei, je bent mijn oogappel en dat ben je ook van mij. Mama, ik hou van je en dat zal ik voor altijd blijven doen. I love you. Dat was de brief die ik voor mijn moeder heb geschreven vandaag. Ja, ik dacht, Valentijn kan ook natuurlijk in tegenstaan van je moeder. Dus mijn boodschap voor vandaag is ook, ga naar je moeder toe en zeg hoeveel je van haar houdt. En dat was mijn video voor vandaag. Geen special effects, geen vlammen, geen dingen die we aan het maken zijn, maar gewoon een brief met een gevoel vanuit mijn hart. En ik hoop dat jullie het waarderen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.